De CLO geeft de regering een ultimatum van een dag om uitgenodigd te worden om te praten over een looncorrectie. Dit zei Ronald Hooghart vanmorgen op een vergadering van de Centrale van Landsdienarenorganisaties. Verpleegkundigen van bijkans alle zorginstellingen waren aanwezig op het terrein van de CLO. De mensen waren zo verhit dat er geen rekening werd gehouden met de COVID-maatregel van 1,5 meter afstand. Hooghart benadrukte het belang van de vakbeweging in Suriname. If a vakbeweging no bede, dat ubede srafu ete, zei de vakbondsleider. Na vakbeweging tegen de grond af, met die kawalakono, IQ, one day, IQ will have to serve me. Na IQ will come to see me. A feel of the people who praat zo. If vakbeweging no bede, I wanna be a bong. Imro Edam, bondsvoorzitter van het Slans Hospitaal, gaf aan dat alle aanwezigen achter de besluiten moeten staan die worden genomen. Edam eist van de regering dat de vakbond morgen wordt ontvangen voor een gesprek. Zover Imro Edam, voorzitter van de bonzen bij het Strands Hospitaal. Hij heeft vanmorgen samen met CLO-voorzitter Ronald Hooghart de gezondheidswerkers toegesproken. De vakbond eist morgen ontvangen te worden door de regering. Gebeurt dat niet, dan gaan ze de straat op.